Tot voor kort was ik de hele maandag bezig met onze administratie en boekhouding. Het is nu 9:30 in de ochtend en de administratie is helemaal up-to-date. Zelf gedaan als administratieve sloddervos. Geloof je me niet? Blijf kijken, ik ga het je laten zien. Ja, en het mooiste is, de btw-aangifte van dit kwartaal is ook al gedaan. In minder dan 5 minuten. Dat geeft ons tijd, echt veel meer tijd. Tijd om te ondernemen, maar ook tijd om te ontspannen en er samen op uit te gaan. Vanuit huis de berg op. Ik word helemaal gesupport. De boekhouding en administratie hebben we altijd zelf gedaan. En in de eerste jaren deed ik dat in allerlei losse documenten op Google Drive, Google Docs, Google Sheets. En dat alles bij elkaar was onze administratie en boekhouding. En ik realiseer me nu dat voor het maken van één verkoopfactuur ben ik net zoveel tijd kwijt, of was ik net zoveel tijd kwijt, als dat ik nu bezig ben om wekelijks even mijn boekhouding en administratie bij te houden. Kijk maar, dit kan je natuurlijk ook wel chaos noemen. Hè? Het is een mapje aanmaken, een oude factuur pakken, opzoeken welk factuurnummer nodig is. Dan de factuurregels gaan maken, een pdf gaan maken. Vervolgens moest die pdf in de map van de klant kopiëren en die vervolgens al maatmeten naar de klant. Google Sheets document openen waar ik de btw mee doe. Al met al best foutgevoelig en dan heb ik de inkoopfacturen nog niet meegerekend. Dus ja, een kwartier tijd om één verkoopfactuur te maken, waar ik nu dus wekelijks in één keer de hele administratie op orde hebben. Sinds dit jaar zijn we overgestapt naar AFAS SB+. Het werkt heel makkelijk, maar wat ik vooral nooit verwacht had, is dat het echt zoveel tijd oplevert. Je gelooft me nog niet? Ik ga het je laten zien dat ik werkelijk waar maar 15 minuten bezig ben om mijn administratie bij te houden. En zo waren we laatst in Stockholm. Daar hebben we een aantal foto's gemaakt voor een klant van ons. Die foto's kan je nu zien op Instagram. Maar het is nu dus ook tijd, want ze zijn gepost, om een verkoopfactuur te maken. En nu vraag je natuurlijk af, is die verkoopfactuur nu sneller klaar dan toen ik het deed in Google Sheets en Docs en dergelijke pdf'jes los versturen? Ik ga het je laten zien. In AFAS SB+ maak ik eerst een nieuwe klant aan. In dit geval een PR-bureau waar we voor werken. Deze klant is ook op de KVK geregistreerd, dus alle gegevens komen er gelijk in. Hij zoekt ook gelijk het logo erbij. Vind ik wel zo mooi, visueel ingesteld. Hè? Dus die zit erbij. En dan kunnen we nu de verkoopfactuur maken. Naam van het bedrijf, de contactpersoon. En dan ga ik er 3 regels aan toevoegen van de producten die we verkopen. Dat is een Instagram post, een Instagram carousel, Instagram stories. Maar die heb ik allemaal al in het systeem gezet. Die regels voer ik er nu aan toe, met de vaste bedragen erin. Het aantal en een korte omschrijving erbij. En dan zeg ik opslaan. En dan is de factuur klaar. Hij verstuurt hem nu automatisch. Maar je kan ook nog steeds een pdf downloaden en dat handmatig sturen. Maar je begrijpt, ik hou het nu gewoon binnen dit systeem volledig geautomatiseerd. Nou, je ziet het. Ik denk minder dan 2 minuten en de verkoopfactuur is gemaakt. En ik heb een nieuwe klant aangemaakt. Maar het allerbelangrijkste is, ik weet zeker dat het goed gaat. Geen fouten erin. En wat nu ook goed gaat, losse bonnetjes. Op mijn telefoon. Oh, moet ik die wel even pakken. Op mijn telefoon heb ik de AFAS Link app. Daarmee scan ik het bonnetje, maak er een fotootje van, zet er een beschrijving bij en ik stuur hem rechtstreeks door naar de scanbox. En dan komt hij in de administratie binnen. Daar hoef ik hem eigenlijk alleen nog maar in te boeken en dat gaat razendsnel. Maar zo kan je dus ook heel makkelijk facturen die je ontvangt via de mail naar die mailbox sturen. Dus je krijgt een uniek mailadres van AFAS. Nou, dat kan je natuurlijk aan je leveranciers afgeven. Maar wat ik gedaan heb, is dat ik binnen mijn mailsysteem een aantal automatische regels heb toegevoegd. Dat als ik bijvoorbeeld een factuur krijg van Google, dat hij die automatisch doorstuurt naar AFAS SB+. Dat hij daar in de mailbox komt. En in AFAS SB+, kijk maar even mee, tik ik dan mailbox in. Dat gaat heel makkelijk trouwens met control spatiebalk en dan typ je het in. Ik hou van shortcuts, zodat je niet te veel met je muis hoeft te doen. Hebben ze over nagedacht, werkt goed. Maar hier zie je dus alle post binnenkomen. Bijvoorbeeld Google Payments, automatisch doorgestuurd. En dan zeg ik oké, goedkeuren. En dan gaat hij hem naar de scanbox doen. En die scanbox die ziet dus automatisch wat de waarde is van de factuur. Hier is een factuur van Excel Media die ik ontvangen heb. Die heb ik dus naar de mailbox gestuurd.
Het is een nieuwe crediteur voor mij. Dat boek ik ook in. Een hele hoop gegevens haalt hij al uit de factuur die hij gescand heeft. Hier ziet hij al het bedrag exclusief BTW, het bedrag inclusief BTW. De omschrijving kan ik hier selecteren. En dan plakt hij die dus in het juiste veld. Het enige wat ik nog moet toevoegen is de grootboekrekening. Ik had echt geen idee wat het was. Wist jij wat dat was, Anne, grootboekrekening? Nee. Nee, afletteren, daar was van gehoord? Nee, ook niet. Nee, nou ja, ik wist het ook niet. Maar door de hulp en support van AFAS weet ik het nu. Ik ben echt een boekhoudleek. Misschien ben jij dat ook wel, maar echt... Ja, er ging een wereld voor me open. Maar zo'n grootboek is dus waar je dus al je verschillende kosten boekt. En in dit geval abonnementskosten. En zo kan je dus aan het eind van het jaar of halverwege het jaar zien. Waar gaan allemaal kosten naartoe? Waar komen opbrengsten vandaan? Zo is de inkoopfactuur helemaal ingeboekt. Inboeken en klaar. En dat het dus zoveel tijdwinst brengt. Het automatiseren van bijvoorbeeld je boekhouding. Had ik van tevoren echt nooit verwacht. Los van dat ik veel geleerd heb over boekhouden. Maar die tijdwinst is echt... gigantisch. En ging het dan allemaal zo makkelijk met AFAS SB+. Nou nee, in het begin liep ik tegen een aantal termen aan waar ik echt geen idee van had wat het betekende. Ik voelde me echt een no-no, echt zo'n boekhoudleek. Ja, weet jij wat een grootboekrekening is of afletteren? Nou, gelukkig is de support van AFAS echt super. En als je start met AFAS SB+, krijg je de mogelijkheid om een onboarding programma te volgen. Waarbij je al je vragen live kan stellen en iemand met je meekijkt. En dat heeft enorm geholpen. Los daarvan is een helpprogramma echt waardevol, heeft mij geholpen om het systeem goed in te richten. En nu weet ik dus wat een grootboekrekening is en wat ik ermee kan doen. Maar ik weet ook wat afletteren is. Dat is niet meer en niet minder dan alle bankmutaties te koppelen aan facturen, inkoop- of verkoopfacturen en dergelijke. Waardoor je gedurende het jaar ook een overzicht hebt. Waar komen je kosten vandaan? Waar komen je opbrengsten vandaan? Etcetera. Naast de tijdwinst is het overzicht wat we nu hebben echt heel waardevol. Iedere maandagochtend zitten Anne en ik samen en kijken we naar het dashboard van AFAS SB+. We zien dan de huidige financiële situatie, welke offerten staan er nog open, maar ook welke debiteuren en crediteuren zijn er nog. Plus, en dat helpt ook voor wat meer strategische keuzes, waar komt nou onze omzet vandaan? We maken content voor onze eigen social media kanalen, maar we verkopen ook coachingsprogramma's voor mensen die reizen en willen ondernemen. Dus dat is een heel andere omzetgroep, maar dat kunnen we nu in één keer zien. En ook dus waar komen onze klanten vandaan? Welke groepen klanten zijn er? En dat helpt om keuzes te maken waar we onze acties op gaan richten. Daardoor voelt het ook echt dat we aan het ondernemen zijn. En die BTW-aangifte dan? Ik ga het je nu laten zien. Kijk, hier staan alle BTW-aangiftes klaar. Doordat ik alle inkoopfacturen, verkoopfacturen en alles registreer in AFAS SB+, doen zij ook gelijk de doorrekening voor de BTW-aangifte. Wat kan ik wel aangeven, wat kan ik niet aangeven. Dus dat staat hier volledig klaar. Het enige wat ik nog hoef te doen is hem definitief te maken. En dan wordt de BTW-aangifte verstuurd vanuit AFAS SB+ naar de Belastingdienst. Het enige wat ik nog moet doen, even controleren of ik een bevestiging krijg dat de Belastingdienst mijn aangifte ook ontvangen heeft. Simpel toch? Nou, je ziet het. AFAS SB+ heeft ons veel meer overzicht en uiteindelijk vooral heel veel meer tijd opgeleverd. Tijd om te ondernemen en tijd om... ja, gewoon leuke dingen met elkaar te doen. Maar in die tijd heb ik ook de ruimte gekregen om mezelf verder te ontwikkelen als fotograaf, als videograaf en dus als boekhouder. Ja, hoe leuk is dat? Wil je nou nog wat meer ideeën hebben en tips hoe je meer tijd kan creëren voor jezelf als ondernemer? Daar hebben we een leuke video voor gemaakt en die kan je hier bekijken.